dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Charlotte, dit is Roos. Juf Charlotte, juf Roos. Ik ben niet meer werkzaam als juf, maar ik ben een blijvende juf. Dus we gaan nu eten bestellen. Wij willen namelijk heel graag een mukbang opnemen. En ik heb bedacht dat mensen op Insta anonieme dingen konden insturen. Ja. Maar we hebben specifiek wel gevraagd om bekentenissen. Dus binnen 1 seconde zijn we bij jullie terug met eten. Wat hebben we? Een Sprite. Ik heb een kleine cola. Zero. Zoetzure saus. Lekker. Mayo. Dit is echt handig dit. Zoetzure. Oh ja, inderdaad. Oh. Een handige auto heb ik. Echt zo. Ik weet niet meer wat ik besteld heb. Jij? Een chili chicken. Had ik een chili chicken? Ja. Oh. Een dubbele cheeseburger. Ja. 9 nuggets. Die doen we delen. Ja. En allebei een frietje. Ik vind dat zo suf. Lekker. Nu eten hoor. Ja, maar we weten niet of er een goede in zit. Nog altijd. Die suppe eten. Oh, het is lekker warm. En zout. Ik drink dus sinds kort een Sprite als ik naar de Mac ga. Vind ik zo lekker. Ooit een keer als tip gehad. Ik ga er heel goed op. Staat de camera goed? Hij staat wel een beetje meer naar mij. Maakt niet uit, ik ben maar de gast. Maar je moet een beetje... De gast, helemaal niet. Maar je mag wel een beetje naar me toe leunen. Ja, want dan zit er wat meer in het midden. Ja, zo dan. Ja. Eet smakelijk. Nou, eerst korte vraag. Hoe is het met je, Roos? Gaat heel erg goed. Ja? Ja. Lekker druk met... Nou, nu niet meer druk met school. Mijn deadline was vorige week, dus nu eindelijk weer een beetje rustig. Ja, en nu gaat mijn laatste half jaar officieel in. En mijn Leo-periode gaat donderdag in. Maar... Vragen. Ja. De vorige keer hadden we een Q&A opgenomen met Sushi. Die was best wel serieus. Ja, nu hebben we zin om heel veel te en lachen. En nu zei ik, ik wil gewoon even wat anders dan van die hele serieuze vragen. Kijk, dit is hoe dat eruit ziet. Ja. Ik kan niet zien... Ik zie het niet. Oh, het is overbelicht. Je kan ook dus maar 1 keer openen. Oh. Daarom hebben we nog steeds niet gekeken. Jawel, je kan het meerdere keren openen. Oh. Maar nu zie ik wat bij vandaag hoort. De allereerste die we gehad hebben... Ik mis je. Ah, ik mis jou ook. Ik heb dus geen idee wie dit is, maar ik schrik hier dan van dat ik denk, oh. Dat is gewoon een grappen maken, joh. Oké. Je moet wel eten, hè? Ik heb last van intrusies sinds ik moeder ben. Okay. Wat zijn dat? Niet schelden, dan moet het alles gaan lopen knippen. Niet doen. Want ik wat geen... een piep is dat? Ik wil geen gescheld in mijn vrienden. Maar wat is dat dan? Ga jij googlen? Nee, dat kan niet, want nee. Ik heb die flashlight. Intrusies. Ik ga googlen. Intrusies. Google. De patat is zo lekker warm. Een intrusie is een plotseling en vaak herhaald opkomende dwanggedachte die meestal als opdringerig en storend wordt ervaren. En die gericht is op iets dat men ongewenst vindt. Heel heftig. Ik heb seks gehad met het vriendje van mijn zusje. Dit is normaal nooit content die ik maak. Maar weet je? Kijk, het kan zijn dat dit echt zo is, hè. Maar ik... Oké, wacht even. Met het vriendje van mijn zusje. Oké. Klonk het alsof iemand klopte? Nee. Is er de autopsie van binnen? Nee. Doe dat even. Hoezo? Mijn man kijkt daar ons nog steeds aan. Bedankt. Oké, hij is dicht. Waar? Daar. Oh ja. Oh my god. Ja. Oh my god. Kijk, ja. Nu. Nee, maar hij... Hij staat er al ziek lang, Charlotte. Nee. Oké, ik ga het voor jullie omschrijven. Niet op ongeveer... Nee, op ongeveer... Ja, ik vind het eng. Ik snap het. Op ongeveer 10 meter afstand staat een man... Aan die kant van de camera achter jou. En hij heeft... Oh, hij loopt weg. Oh ja. Oh, gelukkig. Nee, hij kijkt om. Nee, hij kijkt de hele tijd. Oh, wat eng dit. Kan je alsjeblieft weg? Hij heeft een zwarte jogging aan met sneakers. Capuchon. Capuchon. En hij, inderdaad. Oh, maar ja. Gaat hij weg? Ja, nee, hij komt weer terug. Zal hij weggaan? Nee. Nee, maar straks komt ik heb hij. De auto op slot. Weet je het zeker? Nou, dan komt hij. Dan gaan we live op Insta. Kan iedereen meekijken. Oké.
Maar ik snap nu wel dat jij de auto op slot wilde. Ja. Maar hij is echt op slot. Zo, op slot. Oké. Okay. Maar nee, ik wil nog even mijn verhaal afmaken. Kijk, ik denk dus... Het kan echt zijn, hè? Maar zulke anonieme vragen kan je natuurlijk ook zo bedenken. Tuurlijk. Dus ik hoop dat het niet waar is. Ja. De volgende. Hartklopping. Hij gaat weg. Kijk, hij houdt op de fiets weg. Zie je dat? Oh, gelukkig. Hij gaat. Omdat ik de politie anders zou bellen, hoor. Ik tik alleen op deze links voor jou. Ik denk dat iemand denkt dat dit zo'n affiliate link is waar ik voor betaald krijg. Want jij had het gezegd, klik op de link. Nee, maar... Nee, ik zeg er niet bij klik op de link. Maar ik geef er wel eerlijk bij aan dat het een affiliate link is. Dat zit er altijd bij. Mm. Jij bent echt bang, hè? Mm-hmm. Nou, weet je, ik hou niet van Amsterdam. We staan in Amsterdam en we staan helemaal in Noord. In een uithoek. Ja, er zitten ook fietsen achter ons. Oh, we zitten helemaal op een hoekje op een parkeerplaats. Zodat deze jongens kan ik nog wel hebben. Zodat niet iedereen ons ziet eten. Alleen blijkbaar zitten we op een soort doorgang naar een fietspad. Ja. Maar goed, hè? Zo interessant is nou ook weer niet waar we staan. Nee. Volgende. Ik verschoon de lakens niet. Gadverdamme, doe dat alsjeblieft. Zou je zitten in een bedswans of zo in je lakens? Maar dat kan toch niet? Dus nep. Je kan niet nooit je lakens niet verschonen. Ik vind het best goed bedacht. Volgende. Ik kan niet zwemmen. Oh. Die burger is trouwens wel al een beetje koud. Dus ik zou niet te lang wachten met je burger. Doe ik dat niet. Ik kan niet zwemmen. Nou, maar dat vind ik nog niet zo raar. Dat kan. Het ruikt een beetje. Maar dat ruikt gewoon lekker goed. Hoe oud was jij dat jij je zwemdiploma had? Dat weet ik echt niet. Ik 4. Ik heb geen idee. Ik stalk je altijd op Instagram. Nou ja, ik heb meerdere mensen die echt iedere dag DM sturen. Dus ik, en dat vind ik niet per se stalken, maar... Het ruikt... Maar... Oh, het is een zakje wat zo'n chemisch ruikt. Kan je niet zien wie jou heeft opgezocht op Insta? Nee? Nee. Oh. Oké. Ik heb een date afgezegd, omdat ik nog heel veel moest doen in huis. Maar ik woon nog thuis. Had eigenlijk helemaal geen zin. Nou. Ik vind het wel een beetje een raar excuus. Maar heb jij wel eens een date afgezegd met een smoes? Nou, niet per se een date. Niet een date met een jongen of zo. Ik heb ook niet zoveel gedate hoor. Ik wel. Nee, ik niet. Maar wel gewoon een keer als ik naar een verjaardag moest en ik had gewoon niet zoveel zin. Of weet ik veel. In de avond dacht ik, ja, helemaal geen trek in. Dan zeg je het niet eerder. Nee, moet ik misschien wel doen, maar dat doe ik niet. Ik tegenwoordig dus wel. Ja. Welke vakantie zou je willen overdoen? Ik zag in Tos, mijn eerste vakantie, dat ik samen met Stijn op vakantie ging. Ik wil Noorwegen. Ja. Roadtrip. Ik hou echt van roadtrippen. Ja. Even tussendoor een vraag. Staat iemand daar weer of zo? Oh. Nee. Niet van hier. Een frikandel of een kroket? Frikandel. Jij? Denk het ook. Ik hou niet van kroket. Ik wel. Niet per se. Liever frikandelletje. Maar... Zomer of wintervakantie? Zomer, 100%. Ik hou niet van winter, ik hou niet van kou. Ik wel. Wintersport lijkt me heel leuk. Nee. Maar wel. Nee, mij niet. Voor altijd kaal of voor altijd geen wenkbrauwen? Voor altijd kaal, want dan kan ik een pruik op doen. En mijn wenkbrauwen, ja, ik hou gewoon echt van wenkbrauwen. Ik en... ook, maar dan laat ik ze tatoeëren. Nou, maar nee, dat vind ik minder mooi. Want kijk, sommige mensen tatoeëren hun ding bij... Ja. Dat vind ik mooi, want dan zie je gewoon nog haartjes. Ja. Maar ja, als je natuurlijk geen wenkbrauw hebt, dan is het niet echt anders natuurlijk. Dan snap ik ook wel dat je doet, maar dan heb ik liever toch een pruik. Drinken. Het smaakt me wel heel goed. Dat nou weet je, ik had zulke honger dat ik alles wel had lekker gevonden. Ik heb ooit samen met een vriendin een toets gemaakt, omdat we beide gebarentaal kunnen. Wow, dat is echt heel slim. Weet je wat het is? Even tussen ons. Ik ben geen heilig boontje, maar ik vind het heel spannend om bepaalde dingen te delen. Ja, ik heb nu ook wel een verhaal in mijn hoofd, maar ik weet ook niet of ik dat kan delen. Ik ben echt niet heilig geweest tijdens de toetsen op de PABO. Ach nee, oh ik wel. Ik durf het niet te zeggen. Zeggen? Nee, ik durf echt niet te zeggen. Het is een heel slecht voorbeeld. Het is een heel Kijk slecht voorbeeld. Kijk maar een paar duizend mensen, joh. Nee, ik ga er niet meer over zeggen. Oké, vertel het zo meteen dan maar tegen mij. Maar wat wil jij vertellen dan? Dat is helemaal niet zo erg nu. Nee, maar jij hebt half geen idee. Nee. Dat ik af en toe ook... Ik ben echt geen heilig boontje met dat soort dingen. Het enige erg wat ik heb gedaan qua toetsen en zo... Ja?
op de middelbare school, ik ben heel slecht in Engels. En in leestoetsen en luistertoetsen, weet je wel. Ja. Dan deed ik gewoon met vriendinnen of andere mensen uit mijn klas die dan dezelfde versie hadden. Want je had altijd versie 1, 2, 3, zodat je niet kan afkijken. Ja. Deed je gewoon met je voeten. Dus twee voeten naar voren was A, één voet naar links was bijvoorbeeld B en één voet naar rechts was C. Dus toen hadden we een beetje geheimtaal, zodat dat andere kinderen, andere mensen, leerlingen ook voldoende ze haalden. Want ik kon het gewoon niet alleen. Dat deed ik. Mijn, meer niet hoor. Een hele belangrijke toets op het VMBO moest ik een keertje inhalen. Mm-hmm. En dat mocht met grote uitzondering voor mij in een klaslokaal. Want er was geen ruimte beschikbaar of zo. Toen had ik mijn Nederlands schriftje in mijn tas. Met allemaal aantekeningen en lessen en weet ik het wat. Maar die man, die liep mij gewoon alleen in dat lokaal met mijn tas. Ja. Dus, ik was 15. En ik ben niet heel sterk in Nederlands. Dat krijg ik ook heel vaak te horen op mijn Insta. Met, je maakt veel fouten, veel spellingsfouten. Ik vind dat gewoon heel lastig. En toen heb ik dus tijdens die toets op het VMBO, heb ik dus mijn Nederlandse schriftje erbij gepakt. Ja, maar dat snap ik. Ook al zou ik dat niet hebben gedurfd. Maar goed, dat is wel meer dan de helft van mijn leven geleden. Bert of Ernie van Sesamstraat? Wie is wie? Bert is die gele. Ik wil die zonder doorlopende, denk ik. Volgende vraag. Even kijken. Deze gaan we even openslaan. Nee, ik ga het zeggen. Je hebt toch... Daar stond... Nee. Ik heb ons... Ik ga eens eruit knippen. Waarom? Wie is het? Dat weet ik ook niet. Ik heb jou door. Gewoon in de gaten. Ik weet dat al mijn vrienden me niks vinden. Zij denken dat ik het niet weet, maar ik heb ze horen praten over mij. Dat is echt zielig. Dan zijn het geen goede vrienden. Nee. Dan moet je ze lekker laten. Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet wel wat meer hierin, want je bent heel donker. Sorry. Je moet even een beetje... Ja, zo. Oké. Ik heb al meermaals gelogen tegen mijn vrienden dat ik ziek was, terwijl ik eigenlijk helemaal geen energie had om af te spreken. Ja. Weer, hè? Ja. Heel veel mensen doen dat. Is maar niet ik nodig, snap denk dat ik. Echt hoor. Ja. Maar ik durf dat ook dus nooit echt te zeggen. Dan ga ik ergens heen, dan heb ik helemaal geen zin. En dan ben ik daar en dan ben ik dood ongelukkig. Denk ik, lach ik maar in mijn bed. Echt? Ja. Maar waarom ga je dan? Ja, weet ik veel. Omdat ik dan bang ben dat ik hun teleurstel, dat ik niet kom of zo. Maar dan zeg je toch, het is me allemaal even te veel. Ik heb geen griep, maar het lukt me gewoon even niet om te komen. Ja, maar dan denk ik, zeg, ben jij voor oma? Nou, en dan denken ze dat. Boeien. Ja. Daar ben ik heel makkelijk in. Maar dat is misschien ook een beetje de leeftijd. Ja, misschien wel. Want we zaten net in de auto. Ik vergeet gewoon dat jij 21 bent en ik 33. Ja, ja, ik had het daar met mijn moeder over. Want ik vertelde natuurlijk dat ik hierheen ging. Want ze gingen vandaag naar de NOT. Ja. En toen zei ze... Ze had visite en die vroeg zo... Ja, hoe oud is Charlotte eigenlijk? Ik zei, ja, weet ik veel. Iets in de 30. Zei moeder, oh, schelen jullie zoveel? Ja. Ja. Ik struggle al meer dan een jaar met depressie. Slik hiervoor medicijnen, maar niemand weet dat. Het is wel heftig, maar... Maar waarom wil je dat niemand het weet? Ja. Nou ja, ik snap dat je hieronder niet gaat reageren. Of voel je daar prettig bij? Of zou je het juist wel willen delen? Maar weet niet met hoe. Iemand, weet je niet hoe? Dat ben ik dan wel benieuwd naar. Het is natuurlijk wel heftig. En ik snap op zich ook wel dat je denkt dat je daar misschien voor moet schamen. Maar ik denk dat er zoveel mensen zijn die dat... Weet je waar ik in één jaar moet denken? Wil jij begraven of gecremeerd worden? Ik denk gecremeerd. Maar ik weet het nog niet zeker. Oké. Jij? Ik denk ook wel gecremeerd. Je hebt gewoon niks met dat zo'n begraafplaats en zo. Ik heb liever zet bij mij een mooie urn in de kast. In de kast niet hoor. Nou, of weet ik wel. In ik huis. Ben wel heel blij dat er niemand bij ons in de kast staat. Bij ons staat de hond in de kast. Dat is wel anders. Ja. Ja, dat is waar. Dat is anders dan een persoon. Ja, maar waar moet je hem anders doen? Uitstrooien. Ik hoef ook niet uitgestrooid te worden. Corina is gecremeerd, maar die staat met haar urn op een begraafplaats. Oh ja, dat kan ook. Dat vind ik eigenlijk ja, maar heel ik mooi. Heb dus gewoon niks met de begraafplaats. Want ik weet het van mezelf. Mijn opa en oma liggen op een begraafplaats. Dat is een nuggets, ja? Ja. En ik kom daar nooit. Echt niet? Ik vind kom daar wel fijn. Echt nooit. Roeit me gewoon ook niet zo. Ging ik ook echt met mijn dagboek daar zitten gewoon schrijven bij mijn oma. Nee, ik echt niet. Ah. Ik ben al langere tijd verliefd op de vriend van mijn beste vriendin. Oei, dat is niet best. Dat is niet best, nee.
Dat heb ik gelukkig nog nooit gehad. Nou, ik ook zijn niet. Ze koud? Nee, maar gewoon ook niet heet. Deze is ook heftig. Ik haat mijn beste vriendin. Ja, maar waarom ga je dan met diegene om? Ja, omdat ze misschien iemand anders hebben. Dan is het wel heel erg. Diamond painten of puzzelen? Puzzelen. Ik vind het allebei wel leuk. Nee, dat is met die diamantjes. Wat is er? Weer een man. Nee, dit is een ander. Die loopt gewoon door. Oké, mooi. Ik heb dat nog nooit gedaan. Is het erg als je 26 jaar bent en nog maagd? Nee. Ik was 15, maagd. En ik dacht dat het heel erg was. Oh. En toen heb ik... Ik heb voor het eerst gezoend op mijn 15. Dat vond ik al erg. Omdat sommigen op een 12e al gaan zoenen, ja. Ik had er eigenlijk langer mee willen wachten. Maar ik dacht gewoon... Huh? Maar hoe oud was je nou dat je onmaagd bent dan? 15? 16. Oh ja. En jij? 18 volgens mij. Ik dacht al dat ik heel laat was. Misschien wel 19 hoor. 18 of 19. Maar eigenlijk had ik veel langer. 19. Oh. Nee, ik zit ineens te denken. Daar heb je mij al eerder dingen over verteld. Wat? Toen jij stage liep bij mij. Jij was volgens mij 19 dat je onmaagd bent. Heb ik dat toen verteld? Ja. Mm. Ja, maar ik weet niet of ik dit mag zeggen. Oh ja, ik weet al. Ik weet dat jij maagd was toen je bij mij stage liep. Daar hadden wij het over. En toen was ik 17, hè? Tussen de lessen door. 26 is ook niet erg. Nee, ik, joh. Ik ken iemand die is in de 30 en die is het ook. Ja, als jij je niet prettig bij voelt. Je moet het ook echt niet doen omdat je maar onmaagd wil zijn. Nee, maar dat heb ik dus eigenlijk wel gedaan. Hmm? Om erbij te horen. Dat is erg. Ja. Wat vind jij van familievloggers, zoals de Belinga? Nou, ik heb daar heel erg vaak over met mijn vriend. Ja. Want hij vindt dat echt kinderarbeid, zegt hij. Ja. Maar ik... Zeg, ja, sorry, maar als zou ik een kind hebben over een paar jaar... Zullen we even eentje delen? Want ja, volgens mij hebben we allebei anderhalve. Ja. Doe jij even breken, want ik heb de bakkie. Mag ik niet gewoon afwappen? Mag ook. Oké, okay, mooi. Oh. Ik zei dus, als ik een kind zou hebben, zou ik het sowieso delen op Insta. Zegt hij, nee, dat is kinderarbeid. Ja, okay. Boeit me niet. Ja, ik kijk dat niet, de Belinga. Maar ook niet. Hoe gaat het nu echt met je? Krijg ik nou, eigenlijk vaak. Echt heel slecht. Nee. Nee, gaat echt wel goed. Wat is dit nou? Dat is van de vorige keer. Dat gaan we nou niet. Zij bent zo onaardig. Ik ben aan het daten. Maar ik twijfel of hij de juiste persoon is voor mij. Er is geen negatief punt te noemen. Maar ik mis de diepte. En mijn gevoel zegt dat dit het niet is. Tips voor hoe ik dit aan kan pakken. Want je bent dus al aan het daten. Ja, nou, als je dat voelt, gelijk mee stoppen. Ja. Want je gevoel zegt altijd de waarheid. Ja. Dat is echt zo. Dat klinkt echt alsof ik het niet meen, maar ik meen het wel. Welke radiozender heb jij altijd op in de auto als nou, je radio oké, okay. Ik heb dus een nieuwe auto sinds een paar maanden. Mm-hmm. En daar had ik altijd 100% NL. Ik hou gewoon van Nederlandse muziek. Echt? Ja. Maar in mijn nieuwe auto heb ik hem dus nog steeds niet gevonden. Tenminste, ik ben gewoon te lui om verder te zoeken. Dus nu neem ik maar genoegen met Q-Music. Q-Music bedoel ik. Best een interessante vraag dus. Ja? Jij? Radio 10. Oh, wat vreselijk. Dat nou, heerlijk. Ja, maar ik ben ook een oude lul. Net als mijn vader, joh. Die luistert ook altijd. Of luistert die Radio 2? Hoe oud is jouw vader? 50. Ja, en ik 33. Dus en jij 21. Bijna net zoveel leeftijdsverschil tussen. Snap je? Nee. Maar... Waar kun je jou absoluut niet blij mee maken qua eten? Wat vind je echt niet lekker? Spaghetti. Kook dat nooit voor me. Want dan moet ik echt bij de gedachte ga ik al bijna... Oh, is koud. Barven. Barven, ik bedoel kotsen. Ik vind dat zo vies. Echt waar. Hmm. Oh, als ik het al ruik, krijg ik helemaal rillingen. Vroeger... Alle pasta, dus ook geen lasagne. Nee. Ja, dat vind ik nog wel prima. Maar spaghetti... Met die rode saus, met die grote stukken champignon, ui en gehakt. Niet lekker. Ik hou wel heel van pasta met zalm bijvoorbeeld. Of met spinazie. En oh, dus shit. Het is niet per se de pasta. Het is de combi met gehakt. Ja, en met rode saus en met grote stukken groenten. Vroeger moest ik dat altijd eten van mijn ouders. En dan ging ik zo mijn hele mond vol proppen. En dan zei ik, ik moet naar de wc. Dan waren mijn mannen gewoon echt een hoofdje. Maar nee. Ja. En dan tupte hij het uit in de wc. En dan hadden ze niet door. Jawel.
Maar dat boeide ze niet. Ik moest het opeten. Oh, ik zie kleine Roos al helemaal gaan. Als ik Noah dat zou zien doen, dan zou ik echt helemaal stuk gaan. Misschien vonden mijn ouders het toen ook wel grappig, maar ja, dat konden ze niet laten merken. Maar ik heb daar echt trauma's aan, daarom lust ik het niet. Dus daarom als ik het ruik, denk ik al, oh. Sven heeft een beetje hetzelfde. Die moest altijd na voetbaltraining pasta eten, want het was zo'n makkelijk gerecht voor zijn moeder. Met tomaatje er ook nog bij. Ja, nu ik zelf mama ben, snap ik dat maar al te goed. Mm-hmm. Maar ja, sommige pasta vind ik dus wel echt lekker. Maar dat heb ik nu afgelopen paar jaren. Wat vind je nog meer niet lekker? Qua drinken. Ik heb bijvoorbeeld iemand die zegt, ik vind thee niet lekker. Ja, maar weet je wat het is? Dat weet ik dus nu niet, omdat ik het nooit drink. Snap je? Ja, oké. Okay. Er is niet echt iets dat ik denk, maar, oh, dat is echt vies. Ik hoef bijvoorbeeld geen mosselen of zo. Ik heb het nog nooit gehad, nee, maar okay. Het idee alleen al. Nee, dat hoef ik ook niet. Ja, ik ben wel snel in vragen denken. Maar daar hadden wij het al over, hè? Mijn hoofd. Mm-hmm. Ben je ochtend of een avondmens? Sowieso avond, jij. Avond. Ja, dat is ik. Jij kwam ook altijd te laat. Waar? Overal. Ja. Toen ik stage liep. Ik ging gewoon maar opstarten, want ik wist toch dat Charlotte komt nog niet. Al mijn stagiaires weten dat ik altijd te laat ben. En ik heb al mijn stagiaires ook altijd als een van de eerste dingen geleerd hoe je het hele lokaal moet opstarten. Mijn laptop met mijn wachtwoord. Alle lessen op de laptop aanzetten. Alles. Ja, heel erg. Zij kon zo binnenwandelen. Dat was helemaal klaar. Ja. Wat als je nog maar bij één kledingwinkel voor altijd mocht winkelen? Boa C. 1000%. Ik denk, ik twijfel. Logisch? Nee. Of Zara? Nee, Boa C, 100%. Nou, ik niet. Ik heb er bijna nooit wat eigenlijk. Ik kan daar zoveel vinden. En al die, ik heb alleen maar broeken van Boa C. Nergens anders zit het goed. En, oh, nee. Ja, ik heb al mijn broeken van de Zara, maar al mijn topjes en jassen zijn bijna van Lofies. We doen er nog een paar. Ja, is goed. Altijd een slechte adem of altijd scheten laten? Altijd scheten laten. Ja, ik ook. Makkie. Jeuk of pijn? Jeuk. Pijn is vreselijk. Ja, ik denk ook wel. Oh, dit vind ik echt verschrikkelijke vragen. Oh, vind ik leuk. Weet je waarom? Ik kan me hier zo in inleven. Ja, ik niet. Ik denk niet eens over na. Nee, oké. Okay. Je Jeugd teen stoten of op je tong bijten? Teen stoten. Ja. Jij zit echt, jij vindt het eng hier, hè? Ik zei toch al dat ik deze Mackie eng vond. Ik heb één keer een nare ervaring gehad. Oeh, weten wanneer je doodgaat of weten hoe je doodgaat? Wanneer? Nee, ik hoe. Dat lijkt me zo interessant als ik dat nu al mag weten hoe ik doodga. Ach, vreselijk. Want dan, stel, auto-ongeluk, dan ga je nooit meer in de auto. Dat kan niet, want dan ga je dus nooit meer dood. En wanneer kan je er wel naartoe leven? Kan je alles nog doen wat je wil? En ook al weet ik, oké, ik ga morgen bijvoorbeeld dood, dan kan ik vanavond nog een feest geven. Dingetje wel. Ja. Alles zeggen wat je denkt of nooit meer praten. De eerste doe ik al. Ja, dat doe ik ook al. Leven in het verleden of leven in de toekomst? Ik in de toekomst. Toekomst. Altijd natte sokken dragen of maar één keer per jaar je haar wassen? Sowieso altijd natte sokken. Ja, ik ook wel. Mijn haar is nu alweer vet na één dag. Nooit meer iemand kunnen aanraken of nooit meer met iemand kunnen praten? Nooit meer. Nooit meer met iemand kunnen praten. Nee, ik moet praten. Ja, maar ik kan typen, hè? Ik kan appen. Of een robotje. Dan typ je het en die zegt het voor je. Ja, oké. Okay. Ja, goed, hè? Nooit meer social media of nooit meer een film of een serie kijken. Nooit meer film of serie kijken. Ja, ik ook. Ik zou dan... Want YouTube is toch ook een soort... Social media zou ik dan verkiezen boven... Ja, ik ook wel. Ik kijk helemaal niet zo heel veel series of zo. Wat? Deze is heel gek. Ja. Oké, okay, wacht. Nee, ik ga niks zeggen. Nee, oké. Okay. Ik zag hem nog niet. Oké. Okay. Iedere keer als je iemand ziet hardlopen, dan moet je 100 meter meerennen. What the fuck? Of er staat altijd een uitsmijter bij je voordeur die je pas binnenlaat na een half uur zeuren. Oh, 100 meter meerennen. Dat is wel goed voor me ook. Stel, ik kom nu thuis. Dan moet ik eerst, voordat ik mijn eigen huis naar binnen mag... Ja, doei. Heb je weer haast? Moet je dus een half uur... Bij je eigen deur gaan lopen zeuren voor een uitsmijter. Zo vaak zie ik ook mensen die het hardlopen. Ik vind dus het een hilarische vraag. Ik heb hele rare gedachten af en toe, maar dit heb ik nog nooit gedacht. Ik vind het heel bizar dat mensen dit kunnen bedenken. Oké, je hebt maar 3 uur slaap per nacht... Nodig. Of je kunt foto's maken door met je ogen te knipperen. Oh, foto's maken door mijn ogen. Nee, 3 uur slaap per nacht. Ik hou van slapen. Ik zou zo graag nog meer tijd willen hebben in mijn leven. Tijd kort. Ik slaap liever lang, hoor. Welke, 25?
Je slaapt met je hoofd op een hoop stenen in plaats van op een hoop bezem. Of je haren zijn gekookte noedels. Nou, dan maar op een steen. Gekookte noedels. Nou, god. Wie bedenkt deze vraag? Hele rare mensen. Oh, je kunt voorwerpen verplaatsen met je gedachten. Oh. Of? Altijd gratis eten in restaurants. Sowieso B. Weet je hoe goedkoop dat is? Ja. Hoef je nooit... Boodschappen is duur. Gratis. Altijd gratis in restaurants eten? Ja, 100%. Maar die film Matilda, die doet dat toch zo met haar ogen en haar handen. Ik dacht ook altijd, daar hadden we het in de vorige video volgens mij ook over. Ik dacht ook altijd dat ik dat kon. Dat ik dan, als ik zo heel erg ging focussen... Oh nee, daar heb ik niet over gehad hoor. Dan dacht ik ook altijd dat ik dat kon met mijn ogen. Je mag maar 1 keer per maand schone kleren aan. Of je mag alleen nog maar groene dingen kopen. Nou, dan loop ik liever de hele maand in hetzelfde. Oh, ik denk alleen nog maar groen. Nee, verschrikkelijk. Groen staat me volgens mij best goed hoor. niet van het fel grasgroen, maar meer dat... Ja, hoe zeg je dat? Army. Je vliegreizen zijn gratis. Of je kunt alles eten zonder nadelige gezondheidsgevolgen. Sowieso B. Ja, dan stel je zou alles kunnen eten. Zo, dan word je ook gewoon, kom je nooit aan, hè? Ja, maar is dat hoe ze het interpreteren? Is dat hoe jij het interpreteert? Ja. Gezondheidsgevolgen. Ja. Al mijn vliegdingen zijn gratis, maar ja. Oké, optie 1. In het echte leven kan je Ctrl-Z gebruiken om je laatste actie, die je dus niet leuk vindt, ongedaan te maken. Of, als je in je vingers knipt, is je hele huis opgeruimd. Oh, sowieso B. Ik ook. Zo chill. Ja. En schoongemaakt ook? Dat stofzuigen, ja. Niet dat ik dat nu allemaal hoef te doen, maar stel. Zo, dat zou echt lekker zijn. Ja. Ik heb nog een nieuwe vraag hier. Oh, nog 2. Ik ben nog nooit verliefd geweest, 20 jaar. Dat is helemaal niet raar. Dat is niet raar. Ik was het wel al op mijn 16e. Ik weet het niet. Wat is het meest kwetsbare wat een ander ooit bij je gedaan heeft? En waarom heeft je dat zo gekwetst? Zo, diepgaand weer. Nou, ik zou er zeker antwoord op kunnen geven wat vrij recent is. Alleen ik vind dat niet netjes. Ja, ik ben wel gekwetst door iemand. En daarom heb ik ook afstand genomen van diegene. Maar ik kan en wil daar nu verder niks over zeggen. Maar nee, dat snap ik. Dat soort dingen zitten bij mij heel diep. Oké, luidjes, we zijn er doorheen. Volg ons op Insta, tenminste Roos op TikTok en mij op Insta. Dat vindt Roos helemaal fantastisch leuk. Ja. En dan zie ik je heel graag bij een volgende video. Doei! Wil jij nog wat zeggen? Nee. Oké, we gaan hier, want we zijn allemaal... Ik ga het niet overslaan. Wat? Dat is mijn serie. Wat zei die? Ik weet het niet. Doei! Oké, doei!